Aloha. Dit zijn bonbons, chocolade dadelsnoepjes die ongelooflijk goed zijn voor je gezondheid en energie geven. Ik ga ze nu in een paar minuutjes tijd klaarmaken en er alles over vertellen. Dadels zijn echt superfood. Heb de nurken, dan leg ik het uit. Nee, we gaan het doen in een paar minuutjes. In de dadel zit veel vitamine B6 en dat is ongelooflijk goed voor je hersenfunctie. Je kan dan beter opslaan en informatie terughalen. Dus top. Dadels verhogen de weerstand. Ze zijn zo vezelrijk dat ze heel goed spijsvertering stimulerend werken. Zodoende kunnen we beter de virussen, de bacteriën en alle vetzakkerij waar we vanaf willen uitscheiden. Met een D. Dadels verlagen ook het triglyceridegehalte. Een mond vol, maar het staat eigenlijk voor vet dat verlaagd moet worden. Want hoe hoger dat vet is, hoe meer kans op hart- en vaatziektes. Dus verlagen van die triglyceride is heel goed nieuws voor ons hartje. Dadels werken ook bloeddrukverlagend, want er zit veel kalium en magnesium in. En die magnesium werkt letterlijk ontspannend. Ook heel goed als je gedurende de dag heel veel koffie drinkt en heel veel stress hebt, want dan verbruik je heel veel magnesium. Eet dan 's avonds een paar van de lekkere dingetjes die ik zo meteen ga klaarmaken. Ook kan je door het eten van dadels je beschermen tegen vrije radicalen. En dat wil zeggen eigenlijk ook beschermen tegen sommige kankers. Er zit veel vitamine A en K in. En dat is wetenschappelijk bewezen heel goed spul tegen mond- en longkanker. Verder zullen de vezels, het vezelrijke van de dadel, zal je meebeschermen tegen darmkanker. En als toekomstige nana met een N, dus niet de M van oma, kan ik mijn zwangere dochter alleen maar aanraden om dadels te eten. Het is een perfect en gezond snoepje als je cravings hebt in zoet. Plus, het heeft bewezen positieve effecten bij zwangerschap en bevalling. Ik ga ze nu prepareren, de dadelbonbons. Het is een mond vol en het smaakt ook goed. Wat hebben we nodig? Wel, dadels. Ik heb medjool dadels, die vind ik het lekkerst. Als je dadels koopt, let altijd erop dat er geen zwavel of toevoegingen bij zitten. Dat zie je op het etiketje als ze in een doos verpakt zitten. Ik heb walnoten, amandelen en pitjes. Mag je ook pekannoten gebruiken, hazelnoten, pistachenoten. Maakt niet uit. Kokos, een beetje hennepzaad, zeer goed. Daar gooi ik dan af en toe mee. Zeer gezond en lekker. Pure chocola heb ik ook bij Marie een beetje gesmolten. In de dadels gaan we ook een crème doen van noten. Je kent allemaal pindakaas, maar je hebt ook amandelpasta of amandelboter. Of het is sowieso, maakt het niet zoveel uit welke notenpasta je erin doet, maar de notenpasta zorgt voor smeuïgheid. En het is ook mega gezond. Dus je vult je dadel met een beetje notenpasta. Voeg daar een noot bij. Doop hem dan in de chocola. Zo, ik heb de dadelbonbons even in de koeling gelegd, zodat de chocola lekker kon uitharden. Plakt ook iets minder dan. Als je chocola gebruikt, gebruik dan altijd chocola van meer dan 70% cacao. Dus goede, pure, zwarte chocola. Een bron van ijzer, zeer gezond. En dat geeft ook mega veel energie. Dus als je zegt van, oh, dat was nu lekker zeg, die van mij waren ook goed gelukt. Post dan je foto eens onder het filmpje. En laat ons eens weten hoe lekker je het wel vond. En verder, geef ons een duimpje op YouTube of laat je commentaar na. Dat vinden wij heel fijn. En verder wens ik jullie een geweldige, zoete, smakelijke dag toe.